Deze mooie maar frisse lentemiddag zijn we warm onthaald in 4-sterren Hotel Terduin in Burghaamstede. Zeeland Business Casual gaf 's middags aan alle ondernemers de mogelijkheid het winterspek aan te pakken. De Zeeuwse gasten verzorgden onder andere een mountainbike toertocht. Wat vindt Koen Wessel van Hotel Terduin van de aanwezige netwerkers? Heel mooi gevarieerd gezelschap met heel veel goede vragen, zeker voor deze omgeving. En wat voor ons persoonlijk wel fijn is om te zien dat er veel lokale ondernemers zijn van Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en deze omgeving. Waardoor het wel leuk is om al die banden te gaan leggen van wat kunnen we voor elkaar betekenen. Want het zou wel fijn zijn om Zeeland als regio wat beter op de kaart te zetten. Hotel Terduin trakteert ons bij aanvang van het avondprogramma op een heerlijk driegangen diner. In de werkelijk schitterende keuken wordt hard gewerkt aan een culinaire lekkernij voor onze leden. De ambitie van het Terduin-team is om de gasten een wauw-ervaring te bezorgen. Ze streven ernaar om over 4 jaar te kunnen zeggen dat ze het beste hotel van Zeeland zijn. Koen, vertel, hoe gaan jullie dat doen? We willen ons onderscheiden door het pand. Mooie vergaderzalen, 2 hele mooie boardrooms voor kleine groepen, voor de directie. We hebben luxueuze kamers, we hebben een hele mooie keuken die gewoon goed kunnen koken, een mooi culinair product kunnen neerzetten. En daarbij een omgeving om activiteiten te doen, ja, dat ze echt briljant zijn als we inderdaad over 4 jaar kunnen zeggen, we zijn dat beste hotel van Zeeland. Tijdens de business break schuift Bert aan tafel met diverse gasten. De muzikale omlijsting van de talkshow wordt verzorgd door de Bruce band Jimmy Dumbbell. Bert heeft een briljant voorstel om de Zeeuwse economie een flinke boost te geven. Dat de gemeente Terneuzen is een leuke opdracht geeft om heel snel bepaalde plantjes op te kweken. De gemeente Terneuzen? Ja? Oh ja. Wat voor plantjes denk je? Ja, wietplanten. Wietplanten? Ja, nou, dat, ik moet zeggen dat het systeem wat wij dat hebben zegt, nee, dat leent zich daar uitstekend voor. Schitterend idee, het was weer spraakmakend. Het grootste evenement van Zuidwest-Nederland is vanavond ook vertegenwoordigd. Ik ben hier vooral vanavond voor een van onze gewaardeerde relaties en bijzonder projecten, Zeel de Ruiter. Prachtig stukje Super Zeeland promotie natuurlijk. Allemaal komen dus! Het netwerken gebeurt vanavond weer onder de effectieve begeleiding van Fred Krautworst. Wat doet onze Middelburgse Josie Kneepkens hier vanavond? Vragen stellen, vooral. Ja. Ik kan wel eens verlegen zijn in groepen, gek genoeg, zou je niet denken, want daarom zit ik ook op het podium en niet in de zaal. Maar als ik het dan eng vind, dan ga ik gewoon heel veel vragen stellen, net als jij nu waarschijnlijk. Als je vragen stelt, dat is een mooie tip voor iedereen, maak ze concreet mogelijk. De wet van Sinterklaas geldt hier eigenlijk. Als je niks vraagt, krijg je niks. Maar vraag je het heel vaag, ja, dan krijg je misschien het verkeerde. Dus hoe duidelijker dat je het kan vragen, hoe beter het resultaat. Dankjewel Fred. Alle ondernemers uit de regio zijn uiteraard van harte welkom op de volgende editie van Zeeland Business Netwerk. Uw eerste bezoek is gratis, dus schrijf u nu in en ervaar het effectieve netwerken.